Ik hoop jullie weer te zien. Ik heb een shoplogje van het goed. Maar ga ik met de twee leukste beginnen. Tada! Ik vond ze zo cute. Deze lacht en deze knipoog. Ik kon het niet laten. Dus ze staan lekker. In de wensbank. Nee hoor, het is een cadeautje. En we hebben nog meer cadeautjes. De grote reus van de Efteling. Die was 99 cent. Klein duimpje, 99 cent. En kabouter, 99 cent. Heb ik ook. Agatha Christie, Monsieur Poirot. Dan heb ik er nog een, seizoen 9. En Macrae, de drie. Die waren, deze was 1,99 en deze 2,99. Omdat er meer DVD's in zitten. Dus zo doende. En dan had ik nog wat, oh ja. Tegen die tijd dat opnemen heb ze dit al gehad. Maar een cadeautje. Oh ja, wat erop zit had ik al. Maar de standaard, hoe cute is die? Oh, die was 2 geloof ik. Dus die vond ik zo leuk. Dus die komt niet laten staan. Dus die staan bij de andere standaard. Volgens mij was het dat. Ja. Volgens mij wel. Kan ik vinden. Heb ik nog iets verstopt? Nee. Niks verstopt. Dit was het. Oh ja. En. Ik zal het even laten zien. In deze kaarsen. Als je ze aandoet. Gebeurt er dit. Dus dat heb ik dus gekocht. Sorry, dat heb ik dus gekocht. En die waren, de grootste was 1,50. De middelste was 1,75. En de kleinste was geloof ik 75 cent. Wat ik vanaf weet ik niet meer. Ik heb nog de dingen eraf gehaald. Oh, wacht even. Ik heb de boom nog. Laat even kijken. Ja, 75 cent. 2,50. Oh, ik had nog wat. Deze, voor mijn alfabet. Zo cute. En zie je de standaard. Volgens mij was dat het. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte. En dit is een rotpluk en ja, ik word grijs en lekker boeiend. Zo, nou zie je er niks meer van. Oh ja. Nou, ik vind het gezeten.